Table Talk, Table Talk. Hallo, welkom bij Table Talk. Wij zijn een samenwerking tussen Rwanda Zoveel Meer, Black History Month en de Roma. Dit jaar staat Black History Month Belgium in het teken van het archiveren en documenteren van de levens van zwarte mensen in België. Ik ben Rera van Rwanda en Zoveel Meer en vandaag interview ik verschillende mensen die alvast één ding delen. Ze zijn allemaal geboren in Rwanda en allemaal, of bijna allemaal, zijn ze op een bepaald moment naar België gekomen in het kader van een adoptie. In België heb je verschillende archieven. Je hebt het Rijksarchief. Op hun website vermelden zij dat zij maar liefst 315 kilometer aan materiaal of documenten beheren. Stel je dat visueel voor, dat is dus de ring van Antwerpen tot aan de ring van Parijs, allemaal bezaaid met witte A4'tjes, onvoorstelbaar veel papieren. Maar achter die papieren zit natuurlijk een verhaal. En wij willen vandaag dieper inzoomen op de verhalen van geadopteerde Rwandezen. Omdat we weten dat in het kader van adoptie, de papieren, wat daarop staat, wat daar niet op staat, het is nooit een volledig verhaal, het is nooit volledig. Daarom willen wij graag hier mensen vandaag aan tafel uitnodigen om meer te weten te komen over die verhalen en om misschien op die manier te komen tot een herdacht archief in België. Bij ons aan tafel zitten Nira en Falco. Nira is artieste en eveneens oprichter van Rwanda en Zoveel Meer. Zij kwam als baby naar België in het kader van adoptie. Falco is 10 jaar later naar België gekomen, ook als adoptiekind. Hij werkt ondertussen als webdesigner. Welkom bij ons aan tafel. Jullie zijn allebei ook geboren in Rwanda en op een bepaald moment teruggekeerd na een adoptie. Jij in de jaren 80 en jij begin jaren 90, vermoed ik. Ja, als we het hebben over archivering in het kader van jullie adoptie, wat is dat dan voor jou? Falco. Voor mij is er eigenlijk al mijn documenten die ik eigenlijk heb. Documenten van dat bij mijn adoptieouders liggen bijvoorbeeld. Ja. En nu eigenlijk ook sinds kort dat ik nog wat meer informatie heb opgevraagd ook van mijn documenten. Dus dat betekent voor mij persoonlijk eigenlijk archivering. Ja, ja. En voor jou, Nira? Archiveren is voor mij inderdaad ook wel documenten en foto's en eigenlijk gewoon uw geschiedenis of uw herinneringen die gedocumenteerd zijn, waar je terug naar terug kan grijpen. Mm-hmm. En concreet, welke documenten linken jou aan Rwanda? Ik heb zelf ook nog mijn Rwandees paspoort. Jouw oorspronkelijk paspoort? Mijn oorspronkelijk paspoort, dus een Rwandees paspoort. Ik heb ook nog een klein fotootje van toen ik... een klein pasfotootje en ook nog een kleine foto met de verzorgster van het weeshuis. En dat zijn voor mij wel de meest waardevolle documenten die ik eigenlijk nog heb. Dat zijn foto's. En ook de overlijdensakte van mijn moeder. Dat ik zeker weet dat ze toch niet meer zou leven. Ja. Maar... Want je bent ook terug geweest, denk ik. Hè? Ja. Daar kreeg je dan het verhaal achter de papieren. Om zo te zeggen, achter die documenten. Ja. Ja, dat is... Zijn daar verrassingen gekomen of was alles wat het was? En, Er waren wel een paar verrassingen, omdat ik altijd heb gedacht dat we met 10 kinderen waren van 1 moeder. Maar het blijkt dus veel meer kinderen te zijn van 4 vrouwen. Dus mijn vader had 4 vrouwen. En ik dacht dat er maar 1 vrouw was. Dus alleen mijn moeder en mijn vader, maar ik heb nog heel veel halfbroers en halfzussen. Oké. Okay. En die wonen allemaal in Rwanda nog of die zijn ook ter adoptie afgestaan op een gegeven moment? Nee, die wonen allemaal in Rwanda. Ah, ja. 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 En dat ben je te weten gekomen nadat, dat stond niet op papier? Nee, dat stond niet op papier. Ah, ja. Nee. Oké. Okay. Waar heb jij jouw documenten gevonden en gekregen? Je spreekt van bij jouw adoptieouders. Is dat het volledige plaatje, die papieren? Voor jou op dit moment? Mijn ouders hadden eigenlijk een mapje thuis met alle documenten, zoals de geboorteakte en zo. En de handtekeningen van de getuigen en de informatie van de getuigen. Ja. Dat zijn voor mij eigenlijk de enige namen eigenlijk die daar op documenten staan, buiten die van mijn
biologische moeder. Het verschil eigenlijk in de documenten tussen die dat bij mijn ouders lagen en die bij kind en gezin, dus van mijn volledige dossier, waren eigenlijk identiek hetzelfde. Dus dat was aan de ene kant de oplichting, maar aan de andere kant ook een beetje een teleurstelling, omdat ik had gehoopt een beetje op misschien meer informatie. Ja. Een oplichting is wel dat correct was tot in, hoe ver dat natuurlijk correct is. Ja. Dus ja, dat loopt wel gelijk eigenlijk. Ja. Dus jij bent dan effectief bij VCA langs gegaan in Brussel om dan jouw papieren te krijgen. Ja. Wat sinds kort kan. Ben jij daar ook ooit gaan aankloppen, Nira? Ja, ik ben ook gaan aankloppen. En zijn daar dan, heb je daar extra informatie verkregen of verrassende informatie? Ik ben wel een aantal documenten die ik zelf nog nooit had gezien. Ah, ja. Ik denk vooral een papier van de rechtbank waarin dat staat dat mijn vader nooit heeft getekend. Dat ze eigenlijk geen handtekening hebben gekregen van mijn vader, omdat ze die nergens konden vinden. En ik was als kind afgestaan aan, of de voogdijschap was afgestaan aan de directrice van het weeshuis, mama Rita. Mm-hmm. Maar om een officieel adoptie te kunnen volbrengen, hadden ze eerst nog de handtekening van mijn vader nodig. En daar staat dan in dat mama Rita schrijft naar België, je moet zijn handtekening niet vragen, want hij kan niet eens lezen of schrijven. En dan is er toch nog een advocaat die heeft gezegd, ja, maar ik moet zijn handtekening hebben. En uiteindelijk hebben ze dan toch die adoptie laten doorgaan. Oké. Ja. Zonder de handtekening. Ja. En dan ben je op een gegeven moment naar België gekomen. Ja. Is dat voor jou altijd een noodzaak geweest om die papieren te hebben? Of is dat iets dat geleidelijk aan is gekomen? Dat is eigenlijk geleidelijk aangekomen, want ik heb, voor ik Rwanda en zoveel meer ben opgestart, was ik daar eigenlijk niet mee bezig. Rwanda en zoveel meer, dat is misschien een gelegenheid om daar iets meer over te vertellen. Ja. Jij bent de oprichter daarvan, hè? Ja. Vertel. Het is allemaal begonnen ongeveer 10 jaar geleden, denk ik nu. Ben ik zelf naar Rwanda gegaan met een groep mensen, dus met een groep andere geadopteerde Rwandezen. En dat is een reis geworden, dat was gewoon horror. Die is geëindigd in ruzie, in veel vraagtekens, veel vragen, argwaan. We hebben daar ook heel veel dingen ontdekt. En ik kon toen niet beter bedenken dan, als ik zo'n slechte reis heb meegemaakt, dan kan het niet anders als er nog andere mensen zijn die zo'n slechte rootsreis hebben beleefd. En die werden georganiseerd door het adoptiebureau, dus Zonder Grenzen. Mm-hmm. En zij organiseerden rootsreizen voor geadopteerde Rwandezen om terug te gaan om hun familie terug te vinden. Mm-hmm. Maar dat liep niet altijd van een leien dakje? Eigenlijk niet zo. Toch zeker niet bij ons. En dat heeft mij toch ook wel 5 jaar geduurd, of 5 jaar gekost, om dat te kunnen verwerken, heel die reis. En dan heb ik besloten van, ik moet iedereen terugvinden. Ik moet alle geadopteerden terugvinden van hetzelfde bureau. En dat waren er toen ongeveer 500. En waarom? Al die 500 mensen terugvinden, waarom is dat belangrijk voor jou? Ik voelde ineens een noodzaak van, als ik mij zo gekwetst voel in de manier hoe dat ze met ons zijn omgegaan, kan het niet anders zijn dat er nog andere, het noemt misschien ongelukkige lotgenoten zijn. Mm-hmm. En dan dacht ik van, het is misschien beter dat we onze koppen allemaal bij elkaar steken en kijken wat we samen kunnen doen, dan dat we heel een tijd moeten wachten op antwoord van een adoptiebureau die toch alle informatie achterhoudt, liegt, bedriegt. We moeten het gewoon het heft zelf in handen nemen. Mm-hmm. Ja, dat is een heel mooi initiatief. Ook de reden waarom we hier zitten, denk ik, is die link daarmee. Je zegt het heft in eigen handen nemen. Het dominante narratief tot nog toe, als het over adoptie gaat, is heel vaak geweest dat van de adoptieouders. Hoe denken jullie dat het tot een meer gelijkwaardig gesprek kan komen op dat vlak over wat misschien is misgelopen of hoe het effect van geadopteerd te zijn, wat dat heeft op iemand, zijn mensenleven. Hoe kan dat tot een gelijkwaardig gesprek komen, denken jullie? Falco. Ik denk inderdaad eigenlijk dat informatie heel belangrijk is. En ook een beetje het erkennen van twee identiteiten.
dat je eigenlijk hebt. Hoe bedoel je twee identiteiten? Dus aan de ene kant eigenlijk de Belgische of de Vlaamse identiteit, wat ook heel belangrijk is. En aan de andere kant ook de Rwandese identiteit. En voor mij heeft de Rwandese identiteit eigenlijk heel lang... Ik heb dat zo zelf een beetje onderdrukt eigenlijk, of ik was er zelf ook niet zoveel mee bezig. En dat is pas later zo naar boven gekomen, dat ik ze meer beseft heb ook van... Ja, ik heb twee identiteiten. En ja, ik denk dat het belangrijk is om dat ook een beetje te erkennen van... Dat er meer dan één identiteit is eigenlijk bij jezelf. Ja. En je zegt dat dat recent is. Is er iets geweest wat dat heeft getriggerd, waardoor dat je... nieuwsgieriger bent geworden naar jouw Rwandese identiteit? Ik had eigenlijk al heel lang de vraag eigenlijk naar... zo de vraag van wie dat mijn biologische ouders zijn, bijvoorbeeld. Dus die vraag zat er, heb ik al altijd gehad. Al vanaf dat ik 4 jaar was of zoiets. En het is denk ik de ouder te worden, dat je zo meer dingen kan plaatsen. En het is eigenlijk begonnen bij mij vooral van dat ik me afvroeg van hoe dat het eigenlijk kon. Dat mijn biologische moeder me had afgestaan. Ik had er nooit vragen bij gesteld, eigenlijk tot een paar maanden geleden. Dat ik zoiets had van, ja, dat kan toch niet, dat iemand zomaar zijn baby afstaat. Ik was benieuwd geworden naar het verhaal, achter het zinnetje op het papier. Eigenlijk. Ja, dus dat was een beetje de eerste lichtpuntje precies, dat ik besefte van, dat is misschien iets, zit daar misschien iets verder achter of zo. En dat was ik eigenlijk zo via zo terechtgekomen. Ik ben dingen beginnen opzoeken op internet en documentaires gekeken. En ben ik ook terechtgekomen bij Rwanda en zoveel meer. En daar is dan eigenlijk zo, zijn er heel veel antwoorden gekomen eigenlijk op vragen die ik eigenlijk had. Ook weer nieuwe vragen die erbij komen nu. Maar dat was dus een beetje het begin bij mij van mijn zoektocht. Ja. Bij jou, dat wil ik ook wel weten. Hoe zie jij het mogelijk om tot een gelijkwaardig gesprek te komen over adoptie? Ik vind het heel mooi wat Falco zegt, van, dat je eigenlijk eerst door die fase komt van waarom hebben ze mij afgestaan, dat je daar plaats voor krijgt om dat ook te onderzoeken voor jezelf en dat ook een plek kunt geven. Want het zijn allemaal verschillende fases die je door moet gaan om dan effectief... De kracht of de moed te hebben om op een rootsreis te gaan. En ik vind ook transparantie is ook heel belangrijk. Informatie is natuurlijk heel belangrijk. En erkenning. Dus je hebt dat heel mooi gezegd. Erkenning. Erkenning ook van dat je erkend wordt in je twijfel, in je verdriet of in je gemis. In het verlangen. Maar ook erkend worden ook gewoon puur op je documenten, op je papier. Als in, dat is mijn echte naam. Ik ben dan geboren. Dat is mijn moeder en vader. Dat je daar ook in erkend wordt. Dat je dat gewoon zwart op wit kan zien. Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Zie je daar een rol voor de overheid voor? Om tot een gelijkwaardig iets te komen rond adoptie, wat een lange geschiedenis heeft in België. Kan de overheid daar iets doen voor jou op dit moment, of voor jou, Falco? Je bent nog aan het begin van jouw zoektocht. Is er iets wat de Belgische overheid of de Vlaamse overheid, want adoptie is een Vlaamse materie nu, iets wat zij kunnen doen op dit moment voor jou? Ik vind dat ze eigenlijk al redelijk veel gedaan hebben nu. Veel. Met kind en gezin heb ik echt wel het gevoel gehad dat die mensen heel actief meeluisteren. Mm-hmm. En ze hebben eigenlijk ook zelf verbanden gezocht en gelegd tussen mijn documenten. Het was één iets naar boven gekomen eigenlijk, dat ik zelf niet wist en mijn adoptieouders ook niet. Dus dat was wel, daar heb ik heel veel aan gehad wel. Dat ze dat niet gewoon de documenten was die ze stuurden in een envelop of zo. Maar dat ze eigenlijk echt ook mee hebben gezocht. Ja. En ook voor de ondersteuning en zo. Dat ze er waren en altijd eigenlijk. Ja. Ja, dus daarvoor een pluim. Je bent nog nooit terug geweest naar Rwanda. Is er iets wat de Rwandese overheid zou kunnen doen voor jou? Stel dat je ooit dan, en het mag omwille van corona, mag het nu niet, maar hè, als het terug kan, als je naar daar reist en je gaat met jouw papieren op zoek naar jouw familie, is er iets wat jij misschien als hulp van de Rwandese overheid ziet dat mogelijk zou kunnen zijn voor jou? Ik weet eigenlijk heel weinig over de Rwandese overheid en de werking. En ik weet ook niet of er iets gelijkaardig bestaat, maar bijvoorbeeld dat eigenlijk aan de hand van mijn documenten, dat er mensen daar bijvoorbeeld, of een sociale dienst daar bijvoorbeeld,
verder ondersteuning kan bieden of eigenlijk een beetje kan aanknoppunten geven of mensen eigenlijk aanbevelen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zou wel, denk ik, iets moois zijn. Mm-hmm. Ja. Nira, je bent dan op zoek geweest, je hebt ook effectief familie gevonden. Is er achteraf bekeken iets inderdaad wat jou gemakkelijker had kunnen maken qua overheid in Rwanda of in België of eventueel een samenwerking zelfs tussen die twee? Goh, kijk, ik ben zelf niet zo overheid-minded. Dus wat Falco heeft gezegd nu is eigenlijk heel goed dat die werking daar goed en vlot verloopt voor het VCA. Maar dat heeft ook heel veel tijd in beslag genomen en de anderen kunnen dat waarschijnlijk ook wel beamen. Dat heeft ook een aantal jaar geduurd, vooraleer het VCA. En dat kwam ook vooral omdat wij aan de deur bleven kloppen van kijk, wij willen onze documenten. Er zijn nog documenten bij de Broeders van Liefde. Wij zijn daar zelf achteraan gegaan. Wij hebben zelf al die documenten overhandigd aan het VCA. Mm-hmm. Om te zeggen van oké, we laten alles hier liggen, maar dan moet iedereen wel de weg vinden naar het VCA. Mm-hmm. En zij maakten er zeker geen reclame over. Mm-hmm. Dus ik heb ook maar zelf toevallig ontdekt dat mijn documenten en iedereen zijn documenten daar al jaren liggen te liggen. Dus ik denk niet dat ze een grote meerwaarde kunnen zijn, want ik vind het wel fijner om misschien toch wel alles zelf in handen te nemen. Nu, dat is misschien niet altijd de juiste weg, maar er is al zoveel gerommeld en gesjoemeld met de papieren en met het verleden van geadopteerde mensen, dat ik denk, we moeten het gewoon zelf in handen nemen. Nu gaan er steeds meer stemmen op, vooral in Nederland dan, om adoptie, interlandelijke adoptie, on hold te zetten. Omwille van het naar boven komen van allerlei mistoestanden, fraude waar je ook over spreekt. In Vlaanderen, België is er nu ook een onderzoekspanel daarmee bezig. De verwachtingen zijn dat daar ook wel wat naar boven gaat komen. Denk je dat België ook die stap op moet om te zeggen van we trekken er een streep onder, we zetten ook even een stop op adoptie in België, interlandelijke adoptie in België? Ik zou dat perfect vinden. Ja? Ja. Kan je zeggen waarom? Ik zou het perfect vinden in die zin van er is al heel veel geld denk ik verkwist aan heel de werking en de nazorg van adoptieouders. En misschien kunnen we wel met dit geld eerst een keer alles herstellen en de kinderen die hun roots terug willen zoeken, dat die ook gewoon ondersteund worden financieel. Mm-hmm. En concreet, financieel ondersteund worden bij wat? Rootsreizen, zoektochten. Je moet ook, soms heb je officiële documenten nodig, dat kost ook allemaal geld. Heel de zoektocht daarvoor en de nazorg daarna, daar steekt tijd en geld in. Mm-hmm. Dus dat zou tof zijn, moest de overheid dat ook financieren, deels. Ja. Falco, deel jij die mening? Even een pauze inlassen, zoals in Nederland, hier in België, of net niet? Vind ik moeilijk. Mm-hmm. Het is ook een beetje de vraag, je kan de vraag dan ook een beetje stellen van voor- of tegen adoptie, mm-hmm. aan de ene kant. Of internationale adoptie. Yeah. Ik vind dat zelf iets heel moeilijk, omdat ik wel geloof dat kan werken, internationale adoptie. Maar op zich ben ik niet tegen adoptie, maar... Ja. Mm-hmm. Maar dat denk ik, een beetje de mindset van toen, om te kiezen voor internationale adoptie, of vooral de organisatie die er rond zat, die hadden vooral, denk ik, de verkeerde beweegredenen. Mm-hmm. Ik denk dat vooral daar iets echt structureel fout zat. Mm-hmm. En ik denk inderdaad misschien een beetje een pauze misschien voor ook te bekijken van hoe dat het wel eigenlijk kan met de juiste ondersteuning of met een goede basis, ook voor de kinderen als ze later groot worden. Ik denk dat dat vooral belangrijk is naar later toe. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik wil echt wel zeggen, ik ben eigenlijk niet tegen adoptie, maar ik vind wel dat het accent ook wel mag liggen bij het kind. Want nu is echt wel heel veel aandacht naar de adoptieouders. En als dat niet in evenwicht is, dan kun je beter even in pauze gaan en even terug beraadslagen en zien waar dat geld allemaal naartoe gaat. Mm-hmm. En dan misschien dat terug de deuren terug openzetten voor adoptie, maar mm-hmm. dan wel een keer bedenken van het kind is ook wel heel belangrijk. Mm-hmm.
En ja, wat is dan precies in het belang van het kind? Hè? Want er zijn ook stemmen die zeggen van er moet gekeken worden naar plaatselijke pleegzorg. Er moet gekeken worden naar het netwerk van het kind in het land, in ons geval Rwanda. Dat daar iemand is die het kind dan tijdelijk kan opvangen tot de ouders eventueel terug in staat zijn om het kind op te voeden. En dan pas ja, een oceaan over te laten vliegen. Is dat dan beter? Plaatselijke pleegzorg? Of ja, wat zijn jullie ideeën daar rond? Wel, ik weet wel zo bijvoorbeeld nu het weeshuis van waar ik kwam, in Gisenje. Dat is nu ook al een tiental jaar dicht. En alle kinderen hebben ze gewoon in pleeggezinnen gezet. Mm-hmm. En ik denk niet dat zij daar zo'n geweldig leven hebben. Die worden nu ook wel, dat is ook wel een beetje bekend in Rwanda, dat zij worden gebruikt als huiselijke hulp. Dus omdat het ook gewoon niet wordt gecontroleerd. Het is gewoon, die kinderen hebben ineens geen thuis meer en die worden wel ergens geplaatst. Als dat iets beter gecoördineerd zou zijn geweest, dan denk ik wel dat wel een mooi iets had kunnen worden. Maar voor mij is het ook allemaal nog een beetje een vraagteken. Ik heb er ook nog niet het antwoord op. Nee. Maar het is een adoptiepauze om het even te herbekijken, om te zien hoe kunnen we het beter doen. Daar zijn jullie het wel over eens. Ja. Dat is mooi. Nog een vraag. Aan welk document dat jou linkt aan Rwanda ben jij het meest gehecht, Falco? Het document van mijn getuige. Dat is ook omdat eigenlijk mijn zoektocht was daar ook begonnen eigenlijk, door die namen eigenlijk op te zoeken op Facebook eerst. En getuigen, kan je een beetje duiden? Eigenlijk de mensen die denk ik de toestemming, eigenlijk kan niet zijn toestemming, want die eigenlijk meegetuigen waren eigenlijk van... In Rwanda? Ja, in Rwanda. Ja, van mijn adoptie. En ook bij mijn medische documenten en zo staan de namen er ook op. Een van de getuigen was een medische arts. En ik heb wel een gevoel dat ik daar denk ik ooit antwoorden zou kunnen vinden, mm-hmm. door contact op te nemen met die mensen. En ik kan er ook een naam op plakken. Ja. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste van al aan een foto. Ja, elke foto. Ja, omdat ik eigenlijk geen foto's heb van daar. Dus dat is eigenlijk allemaal heel, dat stel ik allemaal in mijn gedachten. Dus dat is wel heel belangrijk voor mij, het document. Ja. Ja. Zodat je een naam hebt en er een beeld op kunt maken. Ja. Dat begrijp ik. Voor jou, Nira, wat is jouw document waar je het meest aan gehecht bent? Gelinkt aan jouw adoptie? Echt een document of mag het ook iets anders zijn? Het mag ook iets anders zijn. Want ik heb daarnet gezegd, mijn fotootje en mijn Rwandese paspoort. Maar ik heb ook altijd mijn kleren bijgehouden. Dus de kleding waar ik mee op het vliegtuig zat, die heb ik ook altijd bijgehouden. En af en toe, om de zoveel jaar, ik denk om de 10 jaar of zo, doe ik die in het wasmachine en strijk ik die en dan pak ik die weer terug in. Ja, en kun je vertellen wat dat ritueel voor jou betekent, wat dat met jou doet? Dat is vooral omdat het dan ook gewoon een beetje stinkt. Okay. Omdat hij zo lang opgeborgen heeft gezeten. Dat ik denk van, het is tijd om nog eens te wassen. Ja. Maar ik heb daar een heel tof, funky, geel regenjasje. Ja. En ik weet niet. Ik heb daar iets mee. Ik sta er ook nog mee op de foto's toen ik naar hier kwam. Dus dat is het enigste dat ik echt fysiek heb van Rwanda. Ja. En je ziet dat ook terug in de foto's. Dat brengt jou terug naar het moment dat je terugkwam. Ja. Nog een vraag. Probeer eens uit te leggen aan mensen die het niet hebben meegemaakt, wat opgroeien in een land dat niet oorspronkelijk het jouwe is, wat dat doet met een mens. Nira. Opgroeien in een land dat niet het jouwe is. Hoe oud was je toen je naar België kwam? 3 jaar. Ja. Ik kan me nog herinneren toen ik denk in de derde kleuterklas zat, dat er de leerkracht die zei van we gaan Zwarte Piet en Sinterklaas spelen. En ik wilde graag Sinterklaas zijn en dan moest iemand anders, dus een wit kindje, Zwarte Piet zijn. En dat is een grote ambras rondgekomen, ouders die kwaad waren, want echt? Dat kon niet dat een Sinterklaas zwart was. En dan uiteindelijk ben ik toch maar Zwarte Piet geworden. En dat zijn zo wel dingen dat je toch wel... Ja,
je bent heel goed om dingen te kunnen onderdrukken, denk ik, mm-hmm. En heel snel te schakelen. Mm-hmm. Maar je draagt dat wel met je mee. Mm-hmm. Het is niet dat ik daar nu getraumatiseerd van ben, maar dat zijn wel eigenlijk, dat zijn allemaal van die agressies of microagressies mm-hmm. die je wel meemaakt en je slaagt dat wel op. Maar je leert ook heel snel te schakelen. Mm-hmm. En te doen alsof, oké, we moeten verder. Ja, dat denk ik dat iedereen kent. Ja, een overlevingsmechanisme is dat volgens mij. Ja. Mm-hmm. Herken je dat ook? Wat ja, enorm. Maar ik had nooit zo behoord eigenlijk, of nagedacht. Maar het is inderdaad een beetje zo dat snel schakelen tussen zo soms kleine microagressies, beetje zoals hij zegt. De oorspronkelijke vraag, wat was die precies? Ja, dat je probeert uit te leggen hoe het is om op te groeien in een wereld die eigenlijk niet de jouwe is, oorspronkelijk gezien. Dus dat je van continent A naar continent B verhuist. Ja. En van de ene dag op de andere in een nieuwe realiteit zit. Ja. Wat dat met een mens doet. Ja. Maar ik ben eigenlijk als baby naar hier gekomen. Mm-hmm. Dus herinneringen beginnen eigenlijk hier. Denk om in een wereld te leven die anders is dan jouw wereld of oorsprong eigenlijk. Ik denk dat dat bij mij vooral zo soms een kleine momenten zijn dat je beseft dat je anders bent. Dat zit soms echt in kleine, dagelijkse situaties. Iets dat ik nog herinner, of mijn adoptieouders hebben dat verteld, ook in de kleuterklas bijvoorbeeld, dat je je ouders moest tekenen. En dat zo alle kindjes zo een roze mannetje steken of filmpjes voor hun kinderen. En de opdracht was, dacht ik, van dat ze moesten kunnen aanduiden eigenlijk van waar ze op lijken met hun ouders of blauwe ogen en groene ogen en zo. En ik vond dat heel, mijn mama heeft dat uitgelegd dan, dat ik dat heel moeilijk kon snappen, dat ik eigenlijk geen gelijkenissen kon tekenen. Ja. Dat waren zo'n beetje die dingen, zo besef dat je anders bent ook dan je familie en dan. Dat was bij mij iets dat heel lang gespeeld heeft wel. Ja. Ik weet dat jij terug bent gekeerd, jij nog niet, maar ik weet persoonlijk bij mij dat ik dat heel chockerend vond om op mijn papieren te lezen dat ik was afgestaan. Maar pas door terug te gaan en door het verhaal erachter te weten te komen, dat ik daarin wel milder ben geworden. Ik ben ook een periode kwaad geweest op mijn natuurlijke ouders. Mm-hmm. Maar dat ik door het verhaal te weten, daardoor daar berustender in ben geworden. Mm-hmm. Merk jij daar ook een evolutie in bij jezelf, bij hoe dat je kijkt naar die adoptie? Eerst met wat je wist op papier en mm-hmm. daarna met wat je wist sinds dat je heel het verhaal of een deel van het verhaal weet? Wacht, milder geworden. Ik heb altijd wel van mijn drie geweten, of toen, wanneer ik in België was, mijn moeder, of mijn adoptiemoeder, die zei altijd, jouw mama is gestorven bij de geboorte, dus dat wist ik al meteen. En mijn vader, die was al heel oud. En die zou, de kans was klein dat hij nog zou leven. En ik ben dan terug naar Rwanda gegaan en dat verhaal klopte ook wel. Dus ik heb altijd gedacht van, maar mijn mama kon gewoon niet meer voor mij zorgen, omdat ze gewoon is gestorven. Dus, maar goed dat ik dan hier ben terechtgekomen. Ja. En mijn papa, die was dan veel te oud, dus ik had zoiets van, dat is wel oké. Maar ik had wel de hele tijd het verlangen om mijn broers en zussen te leren kennen. Mm-hmm. Maar ik wist sowieso dat ik nooit mijn moeder zou kunnen terugzien. En dat vond ik wel, dat vind ik ook nog altijd op de dag van vandaag het ergste. Of het beeld van mijn moeder te kunnen zien, vind ik heel erg. Maar het verhaal klopt wel. Toen ik terug naar Rwanda ging, het klopt wel. Ja. Dus ik ben niet... ik heb geen weerslag daarvan gehad. Nee. En in het positieve? Heeft dat jou ook versterkt naar Rwanda teruggaan? Absoluut. In welke zin? Ik besef nu dat eten gewoon keigoed is voor mijn darmen. Dus dat heeft dat in de positieve zin. Ik heb mijn land gezien, ik heb mensen gezien die op mij lijken. Ik heb mijn broers en zussen teruggevonden. Ik ben gewoon ook trots om Rwandees te zijn. En dus dat is wel een hele positieve ervaring. Ja. En wat zou jij... wat zou je aanraden aan mensen die nog nooit naar Rwanda zijn geweest, zoals Falco? Welke tips geef je deze mensen mee? Um,
zeker heel veel tijd nemen om je land of rond te reizen. Heel veel eten. Veel rondkijken en zeker uw zoektocht goed voorbereiden. En hoe bereid je dat goed voor? Met heel veel mensen praten. En ook praten over wat zou er allemaal kunnen gebeuren. Je weet nooit wat er allemaal... Je weet niet wie dat je gaat tegenkomen, je weet niet hoe het gaat verlopen. En gewoon met heel veel mensen praten. Ja, maar praten... Welke vragen stel je aan die mensen? Want je weet niet waar je voor staat. Ja, ik denk gewoon vooral met mensen praten die al op reis zijn geweest. En die gewoon hun ervaring delen met jou. En daaruit kan je wel dingen uitfilteren die voor u belangrijk zijn. En is dat ook iets wat je met Rwanda zoveel meer wil doen? Of is dat iets waar ruimte voor is? Waar mensen voor terecht kunnen bij Rwanda zoveel meer? Ik denk dat wel. Helemaal in het begin van Rwanda en zoveel meer heb ik ook avonden georganiseerd en dat noemde Kind van Rwanda. En dat was vooral om de mensen te informeren over waar dat ze allemaal moesten zijn voor hun documenten. Bij het VCA, wie dat ze allemaal kunnen bellen, psychologische hulp. En daarna dan de volgende fase was African Saturday. En dan hebben we vooral feestjes georganiseerd. Maar dat is op dezelfde manier ook weer met elkaar connecten, elkaar zien, maar op een andere manier. Minder over de documenten hebben, maar meer op een heel ontspannende manier met elkaar kunnen omgaan. En nu, bij Rwanda en zoveel meer, zijn we meer echt bijna projectmatig. Dus wij vinden elke keer wel een andere vorm om elkaar te kunnen verenigen en te kunnen blijven praten. Mm-hmm. Falco, je bent nu... Eind 20? 27. Ja. Is er iets aan u als volwassen man wat je nu, met de informatie die je nu hebt, wat je dan zou zeggen ter geruststelling misschien van je jongere ik, van je jongere zelf? Wat zou je op dit moment met een geruster hart misschien, een geruster gemoed, wat zou je kunnen vertellen aan de jongere versie van jezelf in verband met die adoptie of misschien mm-hmm. waar je mee worstelde? Ik herkende heel goed hetgeen wat jullie zeiden van een beetje een afkeer tegenover je biologische ouders. En dat had ik eigenlijk echt heel sterk begin vorig jaar, dat ik eigenlijk echt ben beginnen afvragen van wat hij mij vergeten was en zo. Omdat het al 27 jaar geleden is. En dat was ook een beetje een opluchting, de informatie dat ik nu weet van hoe dat die adoptie tot stand kwam mm-hmm. en de manier waarop dat gebeurd zou mm-hmm. zijn. Is het een beetje een geruststelling voor mij van, dat ze waarschijnlijk het beste voor had mm-hmm. met mij. Mm-hmm. Of hetgeen wat er vertaald werd aan haar, dat ze mm-hmm. erin geloofde. En ja, dat ik ze nu niet echt die woede meer heb op mijn biologische moeder dan. Maar dan eerder op de organisatie er rond. Mm. Daar zit nu zo'n beetje mijn grootste. Maar het is wel een heel grote oplichting geweest eigenlijk. Echt. Het is echt een druk van mijn schouders die eraf is nu. En had je dat al vroeger willen weten? Of vroeger? Denk het niet. Ik denk dat ik er eigenlijk nu pas echt klaar voor ben. Okay. Of was eigenlijk om dat te kunnen verwerken. Ja. Zo de eerste keer toen ik zo die artikels las die gepubliceerd waren over adoptie in Rwanda. Ja, er is een driedelige reeks denk ik geweest in Humo rond verschillende aspecten van waar het misliep bij Zonder Grenzen. Ja. Ja. En dat was toen wel, toen ik dat zo las, want ik wist eigenlijk nog niets van die vereniging en ook de naam niet en zo. Dat was toen wel zo, wow. dat is even maar de wereld onder mijn voeten zo zakte. Ja. Maar ik vond er ook heel veel antwoorden in terug, van getuigenissen en zo. Ja. En dat heeft, denk ik, na een paar weken of zo, dat wel voor heel veel rust gezorgd. Dat ik dan besefte van, oké, het zijn nog 500 mensen of die eigenlijk allemaal een gedeelde achtergrond hebben. Mm-hmm. En ja, ik ben wel blij dat ik het nu weet en bijvoorbeeld niet 3 jaar geleden of zo. Bijvoorbeeld. Okay. Ja.
Oké. Ja, dankjewel. Ik denk dat we hier stilaan mogen afronden. Ik wens jullie het allerbeste en ik hoop voor jou dat je heel snel Rwanda kan leren kennen en die identiteit ook mee kan vormgeven. En voor jou, Nira, hoop ik dat Rwanda en zoveel meer nog heel veel projecten mag doen en mooie dingen kan verwezenlijken. Dankjewel voor jullie komst. Ja. Jullie ook. You got rules telling me what to do. Is there anybody checking up?